De regering heeft de COVID-19-maatregelen nog verder verscherpt. Minister Amara Madin van Volksgezondheid zei gisteravond tijdens een spoedpersconferentie dat vanaf vandaag alleen essentiële zaken en diensten de deuren mogen openen voor het publiek. Minister Ramadien sluit niet uit dat de nieuwe variant van het coronavirus, die de vorige week in Engeland opdook, nu al in Suriname is. Er zijn indicaties en we zijn wel bezorgd over de wijze van verspreiding op dit moment, klinkt een bezorgde Ramadien. De discussies over zijn de maatregelen effectief of niet, dat kunnen we pas zeggen wanneer we de maatregelen invoeren. En punt 2 is, misschien is het goed om te kijken internationaal ook wat men doet. En u ziet waarschijnlijk, en u hebt waarschijnlijk ook gezien, dat vrijwel heel Europa op dit moment in praktisch kan je zeggen, is het nou een total, maar in elk geval partiële lockdown zit. En wij gaan ook die richting op, maar we kunnen dat nog tegengaan. En dit zal feitelijk, kan ik zeggen, dat deze maatregelen de laatste strategie zijn van de regering. Zijn echt wel de laatste strategie om niet in lockdown te gaan. Laat dat duidelijk zijn. We willen nog steeds dat u in uw huiselijke sfeer van de maand december kunt genieten met uw gezin. Let wel, met uw gezin. En niet familieleden uitnodigen om daar te lockdownen in uw huis. Omdat dat u niet weet wie besmet is op dit moment. De bewindsman benadrukt dat hij nog steeds liever de cijfers ziet dalen dan stijgen. Anders heeft het land weer een probleem. De maatregelen zijn aangescherpt om de samenleving te beschermen. Ter ingang van 24 december 00 uur uitsluiten de volgende commerciële lokaliteiten of ruimten open mogen zijn. Namelijk, restaurants en andere commerciële gelegenheden voor het bereiden en leveren van eten, uitsluitend ten behoeve van afhaal of bezorging, supermarkten, bakkerijen, slagerijen, apotheken, drogisterijen, polyklinieken, natuurlijk ziekenhuizen, kinderopvang, openbaar vervoer, banken en tankstations. Met andere woorden, alle andere commerciële lokaliteiten, niet genoemd in deze lijst, zijn per morgen gesloten. Minister Amar Ramadien van Volksgezondheid. Hij heeft gisteren namens de regering de maatregelen nog verder verscherpt. De avondklok blijft vooralsnog gehandhaafd van 7:00 PM tot 5:00 AM. Verder mogen alleen essentiële diensten open zijn en restaurants voor afhaalservice. Ook markten zijn vanaf vandaag gesloten. Marktverkopers mogen hun groenten en fruit wel langs de straat verkopen.